Het Universiteitsmuseum is een museum voor iedereen. En heel veel mensen hebben dat eigenlijk niet door. Heel veel mensen denken, het Universiteitsmuseum is voor de universiteit. Het Universiteitsmuseum gaat over de universiteit en alles wat daarbij hoort. Dat betekent dat je kijkt naar hoe ziet de stad Groningen eruit. Wat heeft de universiteit voor invloed gehad op de stad Groningen? Wat voor invloed heeft de stad Groningen op de universiteit gehad? Nou, daar bemoeit het Universiteitsmuseum zich mee. We kijken hoe de wetenschap in de loop der eeuwen hier in het Groningse de vorm heeft gekregen die het op dit moment heeft. Wij heten dan wel Universiteitsmuseum, maar we hebben tegenwoordig als ondertitel Museum voor Mens, Natuur en Wetenschap. Want daar gaat het bij onze collecties om. Hoe zien wij eruit? Hoe werkt het menselijk lichaam? Hoe ziet onze omgeving eruit? Wat voor beesten leven hier? Wat bepaalt hoe jij als mens in een bepaalde omgeving leeft en hoe ga je dat onderzoeken en hoe ga je dat bekijken? Dat soort zaken kun je hier in dit museum op een hele aantrekkelijke manier zien. We krijgen hier allerlei soorten mensen op bezoek in het Universiteitsmuseum. Het kan gaan om kleine kinderen die naar bijzondere beesten willen kijken en ze soms ook aan mogen raken. Het gaat om basisschoolleerlingen die meer te weten krijgen over de omgeving, over de bouw van het menselijk lichaam, of over wat voor planten en dieren zich in de naaste omgeving hier bevinden. We krijgen hier studenten die onderzoek doen naar hun wetenschapsrichting, bijvoorbeeld historici, natuurkundigen, sterrenkundigen. Wat hebben wij hier aan oude historische zaken? We krijgen hier bezoekers die hun oude studieplek weer eens willen gaan bekijken. We krijgen mensen die geïnteresseerd zijn in wat andere volken in de wereld denken, want we hebben etnografische collecties. Kortom, het universiteit is heel universitair en dan niet in de zin van elitair, maar het bevat de hele wereld en nog veel meer.